Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag wou ik een video maken over de City Skylines wereld Jasper. Heel lang geleden dat ik dat nog heb gedaan, maar ik wou de serie een beetje terugbrengen. En dus ik heb gedaan met Island Survival en ik misschien nog ga doen met andere series. We zullen nog wel zien. Maar toen, ik scrolde door al mijn werelden. En ik heb eigenlijk wel een heel deel interessante werelden, waar ik wat over dingen over wil vertellen. Dus daar gaan we aan beginnen. Lakedale en Rockfield zijn saaie werelden. En daar gebeurt echt niks in. Kijk, in Rockfield, de hele stad is gewoon dat. En het hele verhaal is ook dat. Ik kan niks erbij vertellen. De eerste interessante stad die we tegenkomen is Safelands. En Safelands, ik weet nog waarom ik dat genoemd, maar dat verhaal vertel ik niet, want dat is saai. En niet echt interessant. Maar ik weet nog wel dat Safelands een van de eerste grote steden was die ik echt had gemaakt. Ik heb er zo een stuk of vijf waar ik echt over het miljoen euro ben. Allee, wauw, deze game ook heeft als geld, dollar. En waar ik ook echt meer dan 20, 30.000 mensen heb. Nou, nu weet ik nog alles. Oké, hier hadden we... Oké, waar was ik begonnen op deze map? Ik moet even terug positioneren. Oké, eerst begonnen we hier met de Derb Districts. Dan had ik hier de Highway Factories gemaakt, want dat is dichtbij de snelweg liggen, de highway. Ik heb er ook heel veel tol geplaatst, wat niet goed is, want... Dat zorgt voor heel veel file natuurlijk, als je van hier moet gaan en je moet naar hier gaan met heel veel huizen, dan moet je door die tol. Ja, niet echt de beste file. We zullen eens gaan kijken, hè. Info views en dan auto's. Hier valt het nog wel mee eigenlijk. Ik had eigenlijk verwacht, maar hier en hier, die rode dingen, ja, dat is niet echt goed. Dan hebben we hier de Grove Square. En ik weet niet meer wat de Grove Square was, maar dat was zo'n een heel, ja, een heel rijke buurt eigenlijk, want je mocht geen huisdieren en je mocht niet roken. En dan had je ook nog workers place, en dat is gewoon omdat hier heel veel huizen staan. Ik weet niet wat ik had met die hamer. Belmont High was gewoon wat ik nog over had. Dan was hier Dean Square. En Dean Square is eigenlijk een van mijn favoriete plaatsen die ik ooit heb gemaakt. Want je ziet zo, de huisjes zijn zo naar beneden gebouwd. En Dean Square is ook een heel groene district. Dan zie je zijn fietsen-icoontje. En recycled, dus dat vind ik wel leuk. Belmont Heights was gewoon een stukje overgebleven land. En ik heb dat gewoon maar zeggen. Hier hadden we de hoed. Ik wou hier eerst aanzetten, zodat je hier wiet kon roken. Maar dat kostte veel geld, dus ik heb dat niet gedaan. Weet je wat? Ten ere van de hoed zullen we het doen. Ik ga toch dan meer in deze wereld spelen. We zullen aanzetten. Recreational use. Dus voilà. De hoed is eindelijk de hoed geworden. Hier hebben we Pine District. Dat was ook gewoon net zoals Belmont Heights, gewoon een stukje overbleef waar ik niet echt iets origineel over kon verzinnen. Net zoals deze plaats, waar nooit huizen zijn gekomen. En ook deze plaats, die heb ik gewoon een beetje aan de Derb District geplakt. Hier hebben we Autumn Hills. En Autumn Hills was eigenlijk mijn eerste plekje met veel hoge huizen. Dus, wacht, hoeveel mensen wonen hier in Autumn Hills? 5159 en hier... Naar 1025? Die gewoon wel veel mensen. En de hoed ook... Oh, de Pine District heb ik maar 162. En de workers... Hoezo leven de mensen in workers... Hier leven er nul, ja. Er zijn werkplaatsen. In Grove Square wonen er nog redelijk veel mensen eigenlijk. Meer dan ik had verwacht. En hier in River Factories, nul. Want dat is eigenlijk gewoon omdat ik meer fabrieken nodig had. Dus ik heb hier nog een fabriek genoemd, de River Factories. Hier hadden we de Other Side. En de Other Side is gewoon... Het is aan de andere kant, hè. Het is de Other Side. De eerste district aan de andere kant. Met 5619 mensen... Dat is heel veel eigenlijk. Wat ik ook grappig vond, is dat heel veel mensen waren aan het zagen van er zijn niet genoeg begraafplaatsen. Dus ik had hier, ik denk meer dan één, hier is er maar één begraafplaats. Maar ik herinner me dat ik hier heel veel crematoriums ook had gezet. Dus we zullen even kijken. En dan heb ik ook wel, ja. Ik had er meer gezet, maar ik heb niet weggehaald. En dan heb ik ook wel grappig, want de other side ging ook een beetje aan de hemel, hè, de andere kant. En ik heb hier ook zo heel veel crematoriums en kerkhoven gezet. Dus eigenlijk... Hier heb ik denk ik het langste verhaal over, dat was gewoon grappig dat ik dat had gedaan. Oké, wat hebben we hier nog allemaal? Hier hebben we de Big Block. Even om duidelijk te maken, Spruce Square, Madison District en Belmont Heights en Pine District, die heb ik niet zelf genoemd. En Autumn Hills ook niet. Dus ja, daarom hebben we die zo van die niet grappige namen. Hier hebben we de Big Block en dat was eigenlijk gewoon hetzelfde als deze kant. Maar ik had hier genoeg plaats, dus ik heb hier nog gewoon heel veel mensen ingepropt. Hier was ik ook aan bezig. Ik heb het nooit in dingen gegeven. Maar ter ere van de stad zullen we het toevoegen. Ja, Spruce Square moet een square blijven.
We zullen even de square groter maken. Ja, oké, okay, de square. Oké, okay, Big Block was eigenlijk gewoon nog een gebied voor veel mensen. Hetzelfde voor Spruce Square, want ik denk dat de meeste mensen met 7080. Madison District wonen ook wel veel mensen. En Triangle District, dat was gewoon iets kleins. Deze fabriek heb ik nooit genoemd. Maar vanaf nu noemen we deze fabrieken Burlow Square. Dus oké, okay, dit was een wereld die ik had gemaakt toen ik nog wat jonger was. Daarom al die rare namen en die grappige verhalen achter alles. Maar deze wereld blijft me altijd bij. Ik herinner me nog heel goed deze wereld te maken, dus ja. Oké, okay, dat was wereld nummer 1. En daar heb ik heel veel langer aan gezeten dan ik eigenlijk had gedacht. Ik dacht dat deze video 5 minuten ging duren. Maar als ik nog 4 interessante werelden heb, dan komen we wel gemakkelijk aan een kwartier. Oké, okay, gelukkig laden de werelden wel snel in. Dus, load game. Oké, okay, wat is... We zaten hier. Safe Friends hadden we gedaan. Wat is nog iets interessants? Grape City is eigenlijk de interessantste, niet interessante dingen. Je kunt eigenlijk zien zo rechts het plaatje. En dat was eigenlijk alles Grape City. Net niet heel veel gedaan. Dat was het. En dan nog Bronchialsville. En Bronchialsville is op de dag van vandaag nog altijd mijn wereld. Met het meeste geld, met 4,5 miljoen. En deze wereld had ik samengemaakt met Maarten. Toen Maarten in mijn thuis was, hebben we deze stad gemaakt. Hebben we daar heel erg op gespeeld. Daarom ziet het er ook heel raar uit. Dit was denk ik... Dit kan misschien wel een van mijn eerste goede steden zijn. Niet Safelands, misschien deze. Die ik samen met Maarten heb gemaakt. En dat hebben we allemaal op één dag gedaan, dus daar ben ik best wel trots op. Oké. Okay. Ik heb bijna... Heb ik wel alles in districts verdeeld? Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus eerst hebben we hier Sunset Square. Eerst hebben we Woodland District gemaakt. Dat was gewoon om onze eerste huizen af te coördineren. Oké, okay, ik was zo slecht met dingen maken. Ik heb... Waarom heb ik de waterdingen hier gezet, de waterpijpen? Ik moest de kak eigenlijk hier zetten. En het drinkwater een beetje verder weg, zodat ik hier nog huizen kon zetten. Maar ja, ik ben een beetje dom. Ik was een beetje dom in dit spel toen. Hier is Sunset Square. Gewoon een hele grote plaats met redelijk weinig mensen. Ah nee, 4011. Ik zie dat iets wat niet satisfying is. Alles moet in een district zijn. Of zoals hier. Dat is gewoon een hoek. Oké, okay, hier hebben we Hillside Park. Ik weet niet waarom we dus allemaal zo die rare vormen hebben gemaakt. Zo allemaal spatie gelaten. Maar ja, dat was toen gewoon. Hier hebben we hele grote dingen. De Office Zone. En ik dacht... Dus je hebt zo een... Wacht, ik kan het uitleggen met dit. Eerst unlock je low density residential. Dat zijn ook gewoon kleine huizen. Je unlock kleine winkels en fabrieken. En als je uiteindelijk genoeg mensen hebt... Dan unlock je appartementsgebouwen, grote winkels, maar geen grote fabrieken, maar offices. Dus eigenlijk gewoon plaatsen waar mensen achter de computer werken en eigenlijk geen handarbeid doen. Waar je een hoge opleiding voor moet hebben gevolgd. En wij dachten dus, sinds dat de appartementen beter zijn dan de kleine huizen. En de grote winkels zijn beter dan de kleine winkels. De offices zijn sowieso beter dan de fabrieken. Dus wij hadden hier een hele plaats gemaakt om al de fabrieken die we ooit hadden gemaakt te vervangen. Maar dan, dus toen besefte ik pas... Dat de fabrieken, die genereren dingen die je stad kan gebruiken. Dus als je geen fabrieken hebt, dan moet je stad dat kopen van andere steden. En dan verlies je heel veel geld. Dus eigenlijk, je hebt nog altijd kleine fabrieken nodig. Dus daarom had ik hier zo kleine fabrieken erin gestoken. Omdat ik begon te panikeren van, oh nee, we verliezen heel veel geld. Dus ja, de office zone was eigenlijk een heel slecht idee. Dan heb je hier de twee meest interessante plekjes van heel Bronchialsville. En... Dat is hier Seymour Heights. Kijk hoe groot het is. En kijk hoeveel afvalverwerking ze nodig hebben voor dit stuk alleen. Ik gok dat hier zeker 7000 mensen wonen. 30.000 mensen. Ja, ik dacht al. Waarom gok dat ik zo laag als we zoveel mensen hebben? Kijk, hier ziet je al. Wat ik over een plan om het helemaal vol te stampen met mensen. Hier hadden we heel... Ik weet niet waarom ik hier zo goed had gewerkt. Maar alle huizen precies langs elkaar. En hier zo lelijk. Ik weet het ook niet. Maar Seymour Heights was eigenlijk gewoon om alle mensen in te steken. En dan heb je nog Barlow District. En Barlow District was eigenlijk gewoon de olieplaats. Waarom we zo rijk zijn geworden? Hier boorden ze olie. En dat was eigenlijk het verhaal van Bronchialsville. Dus oké. Okay. Dat was alles wat ik daarop had te vertellen. Over naar de volgende interessante stad.
En ik denk dat dat Cyril 2 gaat zijn. Maar ik weet het niet zeker. Want als ik aan de werelden kom die Cyril 2, 3 en 4 heet, dan heb ik wel nog een interessant verhaal. Oké, okay, load game. Nee, we zitten nu aan... We hebben zoveel werelden. Ik ga het denk ik in twee delen splitsen. Denk ik. Oké. Okay. Ik ga eigenlijk nog twee werelden doen. En dan ga ik de andere keer het andere deel doen. Oké, okay, we zitten nu aan... Ah, toch aan Cyril 2. Oké, okay, dus... Na die ene keer dat we de Maarten en ik bronchialsfeel hadden gemaakt... Dat was gewoon toen we allebei naast elkaar zaten voor mijn PlayStation. Had hij ook Series Skylines gekocht. En toen hebben we... Op een bepaalde keren... Allebei een stad gemaakt. Die we op dezelfde moment speelden. En die we op hetzelfde moment poseren. Om te zien wie de beste was. We hebben dat 4 keer gedaan. Er zijn ook een beeld die Cyril 2 noemt. Dat was de tweede keer dat we het gedaan. Cyril 3 de derde keer. En Cyril 4 de vierde keer. Maar Cyril 1, ik denk dat die iets anders had genoemd. Maar ik weet niet meer welke wereld dat was. Dus dat kan evengoed een van de werelden zijn die ik daarvoor heb vertoond. Buiten Bronchialsfeel. Dat is de Cyril 2. Dat is ook eigenlijk nog wel heel lopen in het spel. Wat ik wel speciaal in deze wereld. Ik had eigenlijk alles al heel dicht bij elkaar gestampt. En dat is eigenlijk een... Dat is eigenlijk beter dan alles ver van elkaar doen, dus dat was eigenlijk wel goed. Alleen, natuurlijk, is zoals in al mijn werelden, het verkeer heel slecht. Eigenlijk, buiten deze weg valt het nog wel mee. Oké, okay, ik denk nadat ik hieraan begon aan Fairview Heights, had Maarten het opgegeven. Want ik had gewoon een hele dikke voorsprong. Hier is nog King Hills, en dat is eigenlijk gewoon fabrieken die bomen verwerken. Eigenlijk, ik heb niet wat te zeggen in de wereld. Ik had gewoon heel veel gesqueezed in één square. En nou ja, dat was eigenlijk het verhaal over Cyril 2. Dat is zo kort, dat kan ik misschien nog twee werelden doen, maar ik weet het niet zeker. Nu komen we denk ik wel aan een interessante wereld. Oké, okay, load game. Cyril 2. Oké, okay, over Bastridge, dat was eigenlijk... Gewoon een wereld die ik op een bepaald moment had gemaakt en die is ook uitgeroeid tot zo'n goede wereld. Zo meer dan 1 miljoen geld en meer dan 20.000, 30.000 mensen. Dus dit is ook een van de beste steden die ik heb, zoals bijna bij elke stad die ik toon, want de kleine steden zijn het niet waard om te tonen. Oké, okay. Hier zijn we dan. Dus waar ik altijd herinner aan Bastridge is Britson Square. En Britson Square is eigenlijk een heel groot landbouwgebied, zoals je ziet. Dus eigenlijk vind ik het wel cool, zo een landbouwgebied en zo al die mensen. Ik ga het even zo zetten. Dat je het echt goed kunt zien zo. En hier zijn wel dingen in brand, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, en dan hier net zoals in Cyril 2, alles hier bij elkaar gepropt, niet meer op te zeggen. En hier denk ik ook zo over na. Dat is gewoon Autumn Park en het was de eerste keer dat ik hoge huizen, appartementen, had unlocked in deze wereld. En ik had ze allemaal in deze berg gezet. En dat zorgde wel voor redelijk glitchy dingen. Dus dat is wel grappig. Hier heb ik ook zo een heel klein stukje bomen. Dus hier heb ik dan boomverwerkende fabrieken gezet. Dan hier op het einde nog een heel klein beetje factories. En deze wereld heeft veel dingen de andere werelden gewoon niet hebben. Zoals dit hier. En dit is eigenlijk, dit filtert het water van het toilet, zodat heel uw water niet vies wordt. Dus dat is wel leuk. Hier heb ik gewoon Big Park, dat was gewoon voor meer mensen in te krijgen. Crescent Hills, dat was gewoon nog iets wat ik extra had bijgebouwd. Dan hebben we nog een ding dat ik nog nooit in een ander wereld heb gedaan. Nu nog denk ik nog altijd niet. En dat zijn treinen die dingen vervoeren naar andere steden. Dus hier hebben we Bedford District, een hele grote plaats met heel veel normale fabrieken. Want nu wist ik wel dat fabrieken van elke soort nodig zijn. Daar heb ik ook. Boomverwerk, heel klein, wel heel weinig, maar goed, beter dan niks. Landbouw en normale fabrieken. Ik heb nog olie, maar ja, ik heb niet echt denk olie in deze wereld. En daarom had ik hier een trein gezet, dus die vervoerde middelen. Ik had ook een trein gezet bij landbouw, dus die werkt ook op volle toeren. Ik had eerst ook een trein gezet, ik heb hier ook nog een trein gezet, bij de houtverwerkende bedrijven en de kleine normale fabrieken. Maar die trein die zie ik nooit, maar ook nooit uitgaan. Die zie ik nooit weggaan. Ik denk,
Verbaast me wel, want het is er nog wel een redelijk groot gebied als je alles samentelt. Maar oké, okay, nee dus. Dan begin ik gewoon wat plaatsen waar ik gewoon allemaal mensen heb in je squeezed. En dat is eigenlijk het verhaal over, over bijstrijd. Ik heb een keer wel heel veel hebben gespeeld. Ik ben aan het denken of ik nog één wereld zal tonen. En dan afsluiten of nu al afsluiten. Ik ga even kijken of er nog één speciale wereld is die ik snel kan tonen. Ik heb zo'n bijstrijd. CL3. Nee, oké. Okay. Dit was het dan voor deze video. Ik zie je in het volgende deel. En blijkbaar is Bronkenstel niet mijn rijkste stad als Lopschalk. En daar kijk ik zeker naar uit om te tonen in het volgende deel van deze video. Dus bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!